heb Blondie in de tussentijd opgezadeld en gepoetst. En ik ben achter iets gekomen. Dat poetsblok dat ik nu heb, dat dat wonderen doet. Want ik heb dat ook... oog. Want ik heb dat over de vieze plekken heen gehaald. En het was meteen schoon. En als je achter Blondie kijkt, dan is dat haar alleen van de rechterbil afgekomen. Dat is wel echt heel veel. Ik ga vandaag met mijn nieuwe camera. Je AirPods passen die? Ja, die passen. Daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want ik dacht, misschien zit dit dan in de weg. Maar het zit precies goed. Misschien hebben ze het gewoon ingestemd op de AirPods. Dus je hebt nu les? Ja. Oké. Okay. Ja, Blondie. Ja, je bent dichterbij, dan ben ik beter. Oh. Ik ga Tessa aan Blondie les geven. Ja. Ik ga eerst heel even zelf de buik in, want Rebecca is me ook aan het buiken. En als je alleen mijn hoofd ziet, kan ik gewoon mijn buik uithouden. Nee, ik doe alleen je hoofd dan. Ja, zo. Dan kan ik gewoon mijn buik weer uithouden. Ik ga eerst even op Blondie, want ik heb haar deze week 2 keer gereden. Dat ik voor de hitte kon ik dan Blondie ook 's morgens vroeg alvast rijden. Hè? Wij waren echt vriendinnen, hè, van de week. Ja. Deze goed? Ochtendvrienden waren we. Blondie ziet er altijd zo parmantig uit als Daan erop zit. Het is net een hele... Ik zeg, als Blondie ziet er altijd zo parmantig uit als jij erop zit, dan is het net een dame. Even, wat is het, een kwartiertje gereden. Ze is nu natuurlijk 5, dus we willen toch wel dat ze ietsje meer haar lichaam gaat gebruiken. Dat vindt ze wel een beetje moeilijk om de controle over te geven, maar dat geeft niet. Daarom is het fijn dat ik haar dan ook kan rijden, dat ik haar daar een beetje mee weg kan helpen. En dat ik kan kijken dat ik Tess daar een beetje mee op weg kan helpen. Maar voor Tess is het natuurlijk ook gewoon nog heel belangrijk dat ze leert netjes zichzelf en de pony onder controle te houden. En dat ik dan bijvoorbeeld net even een stapje hoger daarbij kan gaan qua training en lijf bij Blondie. Zodat Tessa daar ook weer ietsje van kan profiteren. Ik ga Tess even bellen, want we werken met oortjes. Ik ben mijn oortjes vergeten, dus ik moet even mijn headphone, hoe zeg ik dat? Ja, dat is. Dat. Hands free in mijn cap. En dan gaan we even kijken hoe het gaat. Wij gaan zo unboxen. En dan gaan we live doen op Instagram. Oh ja, nee, je mag gewoon er doorheen praten hoor. Nee, ik dacht, je bent al live. Nee, ik ben nog niet. Oh, ze ging zich gauw verstoppen, want ze dacht dat we al live waren. Dus nee, ik duik achter die doos. We hebben hier een... Ezel. Auw. Het is vandaag maandag en ik snap dat je het een beetje raar vond wat er net allemaal gebeurde. Maar ik had appel, meloen en banaan meegenomen. Ik had Blondie de banaan gegeven, Vroon de appel. En de meloen mochten ze samen delen. En Blondie likt me met mijn hand nog een keer. Ik ben vandaag in mijn eentje. Op mijn eentje, mijn moeder heeft nogal druk. Ah! Ik ben hier samen met Boris, want ik ga even samen met hem trucjes doen. Want ik kwam er weer achter dat Vroon eerst een half uur in de molen moest. Goed zo, jongen. Eerst een half uur in de molen moet. Dus ja, ga ik maar even met Boris aan de slag, hè. Ik ben hier samen met Blondie. Ik ben heel trots op Blondie, want Blondie is bijna haar wintervacht kwijt. Wat ik wel vind is, jongens, kijk, dat je beter nog haar hoofd moet schoonhouden. Want ik zie de zwarte huid er doorheen. Dat betekent dat je het niet goed schoonhoudt. Sorry. Dus dat moet beter. Sorry. Het is vandaag woensdag. Ja, en ik dacht dat vandaag een lange dag was op school. Oh, dus je had van alles meegenomen. Ja. Handig. Wat ga je doen? Ik ga rijden. Ik had eigenlijk les. Alleen dat ging niet door. Dus nu, ik zal rijden. En daarna, met de Boris, vrijheidsdressuur. Ja, hij is echt gemaakt als een
als een circuspony, want hij kan nu al kan hij al bijna liggen eigenlijk. Dus ik ben hem nu buigen aan het leren met één pootje zo. Ja, dat hij been, anders krijgen we weer heel veel reacties. Oh, je beentje zo. En dan gaat hij een soort zo. Ja, zo. Of zo, ja, dat is beter om te laten zien. Zo. En dan uiteindelijk kan je hem daardoor laten liggen. Laten leren liggen. Dus ik hoop dat ik hem kan laten leren liggen. Dat doe je. Verona poepen, altijd leuk. Ik ga ondertussen Verona longeren. Ik heb er een klein beetje aan een touwtje gezet, zodat ze haar hoofd niet helemaal omhoog kan steken. Dat ze wel een beetje de neus omlaag moet houden. Om te kijken of ik er zo wat rechter krijg. De laatste keer dat ik gereden heb, ging het eigenlijk wel weer wat beter. Dus daar ben ik heel blij om. Toen kon ze op een gegeven moment gewoon weer ontspannen lopen. En ook weer een beetje om mijn rechterbeen heen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus uiteindelijk al het trilplaten, longeren, oefeningen doen, lijkt toch te helpen. Vandaag de longeerlijn eventjes door het bit over je hoofd en dan aan de andere kant. Verona heeft eigenlijk maar heel weinig nodig. En op deze manier heb ik aan beide bitringen toch een beetje gevoel. Dit wordt stap, drap, galop. En een paar overgangjes vooral. Kijken hoe het met haar gaat. En dit is de makkelijke kant. Dus dan loopt ze ook wel recht, dus dat is heel prettig. Hopen dat het zo kan blijven. Nou, andere kant. Dus de slechte kant, zeg maar. Dan zie je ook gelijk dat er stress is. Nou ja, ik weet niet of stress is, maar de tong komt er in ieder geval gelijk uit. Dribbelt steeds aan. Oh, stappen. Oh, juist. Dus moet ik meer moeite doen om er gewoon even te laten stappen. Maar goed, we gaan het wel zien. Nou, oh, stappen. Ponykamp. Hoe donker. Dan is de informatieavond over ponykamp. Dus we zitten hier de hele middag en avond. Geen prompteurbleem. Is ook wel weer gezellig. Ik zie dat jij al je spullen al gepakt hebt. Ja. Ik denk ik ga je laar zo voor je halen en zo. Maar. Oh. Zelfs alle zadels zijn er al. Ik ga vandaag met Boris rijden. Waarschijnlijk heeft mijn moeder dat al verteld. En ik ben benieuwd hoe dat vandaag gaat. Want Boris en ik zijn vooral heel erg veel bezig geweest met vrijheidsdresseur. Dus nu als hij een van zijn beentje, voorbeentjes optilt, steekt hij zijn hoofd ertussen en denkt hij, waar komt dat snoepje? Maar ik ben benieuwd hoe het dan gaat als ik erop zit. Te maken. Zo ja. Kijk, dat als je telefoon helemaal onder je kont zit, dat je even moet zeggen: ho, nu stoppen, anders zit ik op mijn telefoon. Dan mag je van mij best even terugzetten. Maar zorg dat je dan wel, als je weer aandraaft, dat gewoon op de mooie manier doet. Ik heb net samen met Boris les gehad. En het ging eigenlijk best wel goed. Boris zegt nee. Het ging eigenlijk best wel heel erg
goed. Been lang. Ja, en draai maar de volt op. Nu een stukje wijken. Ja, heb je aan twee teugels contact? Voel je aan twee teugels haar mond hoeken? Ja. Dat is belangrijk, hè? Oh, terug, maar toch je kuit eraf. Nou, Blondie haar dagelijks ding na het rijden is eerst eten. Eerst plassen, dan eten en dan rollen. Alleen, het ging net liggen, maar Verona, daar, die er nu niet meer is, ging weg. Dus dat ging zo opstaan. Zo, ik ben inmiddels al thuis en het is eigenlijk al wat aan de late kant. Dat we zijn best wel lang gebleven. Want mijn moeder die had een informatieavond van Ponykamp. Super leuk dat je hebt gekeken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op ons kanaal. Klik op belletje. Ik vind belletje heel erg fijn. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe zondagvideo. Doei doei!